Ze werden al maar minder van kwaliteit, die ontkruiste ballen. De eerste was nog een zeer op tempo. Vanaf dan was de pepper een beetje uit. Eindelijk die service volley. Dat is al een beetje een analyse van het maken van die eerste drie games. En je zag dat hij, oké, als hij Veerle naar die backhand wil serveren, wat waarschijnlijk zijn sterkste opslag is. Maar je ziet dat Gasquet systematisch die terugslag een slice terugduwt, omdat hij weet dat Vesely geen service volley speelt. En wat hij nu wel gedaan heeft, en dan zie je dat Gasquet dit iets meer gaat moeten doen. Dus dat zal hij dan zeker wel moeten toevoegen aan... Ja, heel scherp. Dat is een tactisch plan, wil ik zeggen. Ja. Die blijft dan floten. Iets te laat geraakt die bal voor Gasquet. En zo pakt hij er eentje terug, Jiří Veselý. In 2013 is hij prof geworden. Meteen doorgegroeid. De junioren hebben het wat lastig om die stap te zetten. Hij werd meteen door de ATP uitgeroepen tot de nieuwkomer van het jaar. Star of Tomorrow heet dat tegenwoordig. Veselý begon aan het seizoen buiten de top 250, 5 jaar geleden, dus 20 jaar. En eindigde het jaar in de top 80 toen al. En als ik me niet vergis, is hij daar niet meer uit weggegaan. Ja. Meteen een stabiele factor en dit is het bekende beeld van Gasquet die maar met zijn grip bezig is. Ja, ook van achter zie je dat die grip eigenlijk verdikt is. Het is eigenlijk een heel onorthodoxe grip. Hè. Je ziet dat hij van achter een veel grotere ronding heeft. En plus, dat doet zijn grip heel kort. Ik weet eigenlijk niet perfect waarom dat die dop van achter dikker gemaakt is. Sommigen willen het doen om niet met de hand over de raket te gaan. Sommigen doen het om een greep te behouden. Maar het is wel een onorthodoxe manier. Zullen we het straks eens vragen misschien? Ja. Dan weten we het meteen. 2-1 Gasquet en die mag nu serveren. Knap geretourneerd ook van Veselý. Maar Gasquet heeft eigenlijk het moeilijkste gedaan. Deze bal hier. Ja. Perfect uit terrein, perfecte zone. Dan moet hij eigenlijk ook dichter bij het net staan daar. Ja. Alles had goed geweest, want Veselý geloofde er niet meer in. 0-15.
Dit is een betere werk hoor van de Tsjech. Ja. Gasquet begint zijn packet meer te slaan nu ook. Ja. Gasquet die iets meer lengte miste, waardoor dat Vesely echt op zijn lijn kon blijven. En Gasquet achteruit duwde en dan ook weer die voorwaartse actie, waardoor dat hij die bal net iets sneller neemt, meer druk zet en dan daarna nog net komt. Dat is slordig.